Tot ver in de jaren 80 waren vaders zo goed als afwezig in wetenschappelijk onderzoek en boeken en literatuur over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Een van de verklaringen was dat vaders vooral werden gezien als kostwinnaar. De mannenemancipatie is inmiddels al zo'n 30 jaar aan de gang. Mannen mogen zich kwetsbaarder tonen en zorgzamer en worden vaker betrokken bij de opvoeding. Maar helaas gebeurt nog niet zo heel veel. De stappen die worden gezet zijn klein en het gaat allemaal niet heel erg snel. Welkom bij dit webinar over de vaderschap in de eerste 1000 dagen. Mijn naam is Mohammed Assous en namens VAROS ben ik vandaag uw dagvoorzitter. Maar bovenal ben ik zelf ook trotse vader van 3 prachtige dochters. Nora van bijna 9 en Sarah en Leila van 7 jaar oud. En ik ben ontzettend blij en ook wel dankbaar dat ik vandaag een bijdrage mag leveren aan dit belangrijke thema. Want mijn eigen vader had 8 kinderen, waarvan ik de 7e was. En hij vond het ontzettend belangrijk om een goede vader te zijn. Om een goed voorbeeld te zijn. En dat sprak hij ook vaak uit. En als eerste generatie gastarbeider moet het voor hem ontzettend uitdagend zijn geweest om in een land waar hij de gebruiken niet van kende, zijn kinderen toch goed op te voeden. Helemaal als je bedenkt dat wij in een sociaal-economisch kwetsbare positie opgroeiden. Het was zowel voor hem als voor mij vaak hard werken om onze eigen rol in onze relatie vast te houden. En op bepaalde momenten moesten we ook echt hard werken om met elkaar in verbinding te blijven. Helaas overleed hij toen mijn oudste dochter Nora 9 maanden oud was. Dat was precies op een moment dat ik zelf ook heel erg invulling wilde geven aan mijn eigen rol als vader. En op dat moment had ik het idee dat ik dat zonder hem niet zou kunnen doen. Maar naarmate de tijd vorderde, merkte ik dat ik heel veel houvast had en dat het mij vrij goed afging. En dat ik eigenlijk een redelijk stevig fundament had. En dat besefte ik pas later dat ik dat fundament in mij had. En dat fundament bestond vooral uit de liefde, warmte en de genegenheid die ik gedurende mijn hele leven heb gehad. Van mijn ouders en ook van mijn vader. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want helaas zie ik vaak om mij heen dat het ook anders kan lopen. Ik heb veel vrienden en familieleden in alle lagen van de samenleving. En ontwrichtende situaties als scheidingen, werkloosheid en ziektes komen in alle lagen van de samenleving ook voor. Maar helaas valt het mij op dat het bij mijn vrienden die in kwetsbare posities leven veel vaker een hele negatieve impact heeft. En dit is een pijnlijk gegeven, want zonder uitzondering willen zij alleen maar een goede vader zijn en het beste voor hun kinderen. En ook trots kunnen zijn op hun eigen rol als vader. Onzekerheid, een lager zelfbeeld en ook beperktere vaardigheden om met moeilijke situaties in het leven om te gaan, zorgen ervoor dat zij vaker in een negatieve spiraal terechtkomen. En uiteraard hebben zij hier zelf de grootste verantwoordelijkheid. Als ik van hen soms hoor waar zij tegenaan lopen, dan ben ik ervan overtuigd dat we zowel op systeemniveau als op operationeel niveau nog een wereld te winnen hebben. En daarom ben ik blij dat we hier vandaag in zulke grote getalen aanwezig zijn. Want hoe staat het met het vaderschap anno 2021? Als we naar een aantal feiten kijken. Sinds 2019 is het geboorteverlof gewijzigd en kan ook de partner lange verlof opnemen met een uitkering. Weinig mannen maken gebruik van dit verlof. En voor vaders in laagbetaald werk is dit nog minder het geval. Vaders voelen zich weinig gezien door zorgverleners, blijkt uit onderzoek. In hun rol als aanstaande vaders en bijvoorbeeld ook bij de betrokkenheid bij de bevalling. Daar kan ik ook over meepraten. Vaderschapscursussen worden niet vergoed door de zorgverzekering, terwijl dit voor zwangere vrouwen wel het geval is. Maar het thema leeft wel enorm. Er is nog veel te doen, maar het leeft. Vandaag zijn we hier met ruim 300 aanmeldingen. Beleidsmakers, zowel lokaal als centraal, GGZ-medewerkers, verloskundigen. De hele keten is hier aanwezig. En wij hopen dat we met dit webinar een flinke impuls kunnen geven aan dit belangrijke thema. Zodat het weer hoog op de agenda's komt. En dat we ook met de mooie sprekers die vandaag langs gaan komen, gaan horen hoe belangrijk het is dat we hier veel meer aandacht aan gaan geven. En we gaan jullie ook echt oproepen om meer kinderen een kansrijke start te geven waarin betrokken vaderschap een rol heeft.